En ik heb een hele gekke aankoop gedaan. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en het is super koud. Ik ben in Amsterdam en het is ochtend. Het is 9:30. Olivia is net naar de crèche. En ik ga nu naar de kapper en ik heb afspraken vandaag. Dus ik neem jullie mee. Ik heb zo'n zin om naar de kapper te gaan. Check deze intense uitgroei. Volgens mij is het wel 5 centimeter of 6. I don't even know. Het is in ieder geval echt heel erg. Ik ga het echt weer super licht verven. En ik denk dat ik mijn pony iets dikker ga knippen. Maar we gaan het zo zien. Ik ben echt blij, eindelijk. Mijn haar ziet er echt niet uit. Ja. Dus dat gaan we doen vandaag. Kijk gezellig mee. Dit is wat ik aan heb vandaag. Een jasje van een mannen Levi's. Ik vind het leuk. Sander vindt het een leuke outfit. En deze trui van Subdued. Zal ik ze nog beter laten zien. Deze broek van Storage. En Miu Miu schoenen. Deze. Echt al lang niet aan gehad. Nee, jij hoeft niet te zeggen wat je aan hebt. Ik neem mijn Gucci tas mee. Let's go. Ik ben bij de building aangekomen, zoals jullie zien. En Melissa heeft net mijn kleur ingezet. Wat gaan we vandaag doen? Oh, dat vraag ik aan jou. Jazeker. Oh, sorry. We gaan je uitfrontje lichter maken. Je punten mooi opfrissen. Maar ik heb hem zo ingezet dat je niet helemaal blond bent, maar heel veel schaduw erin hebt. Ik ben benieuwd. Maar wel heel licht ben ik weer zo meteen, toch? Yes. En ik ga mijn pony even iets anders knippen, want die zit de laatste dagen niet meer. En extensions op je. Dus dat. Oké, guys. Ik ben terug van de kapper. Ik wil alleen mijn haar laten zien. Alleen het kleuren is een beetje mislukt. Dit keer. Dus daar bouw ik wel van. Dus ik ga het even proberen vanavond zelf te fixen. En als het dan mooi wordt, dan laat ik het morgenochtend zien. En ik ben met baby Olivia. Die kan zelf eten tegenwoordig. Dus ja, ik ben net thuis en ja, voor de rest lijkt wel oranje ook hier in mijn haar. Het is echt grijs oranje, alle tinten van de regenboog. Maar niet de kleur die ik wil dan. Dus, I'm kind of annoyed. Ja, dat is het. En ik heb 7 uur bij de kapper gezeten, dus best wel lang. Maar goed, live. Ik ga even met Olly eten en chillen en boekjes lezen en dan zie ik jullie zo. Heb je lekker gegeten? Appel. Ga je koken voor mama? Koken. Wat ga je dan voor mama koken? Koken. Suppe. Oh, lekker. Wat ga je dan maken? Wil je een leuke film kijken? Ja. Zullen we Bolt kijken? Even kijken, wat zullen we kijken? Welke films hebben we gekocht? Oh. Oh nee, daar gaat je. Kijken. Zullen we de Minions kijken? Of Big Boss Baby? Oké. Okay. Oh nee. We gaan naar de kapper. Als iemand een leuke kinderkapper in Amsterdam weet, laat even een comment achter. Want dat is natuurlijk heel spannend, het eerste kapperbezoek. En ik zou zelf niet weten waar je haar kan knippen van kinderen. Dus als je wat weet, let me know. Olivia, waar ben je? Papa. Waar is papa? Waar is papa dan? Papa naar New York, hè? Zitten. Heb je lekker gegeten, lieverd? Ja. Oh, mooi. Wat heb je? Oh, jeet. Jeet. Leuk, hè? Vind je het leuk? Oh, Olly slaapt en het is echt zo'n troep overal. Moet echt gaan opruimen. Maar ja, never ending. Dit kan uit. Ik heb net mijn haar geverfd.
letterlijk overal aan het roepen, zoals jullie zien. Hi Sunny. Wat ben je aan het doen? Hè? Wat ben je aan het doen? Hoezo? Mag ik dat niet vragen? Ja. Ik was van stil aan het kijken. Oké. Leuk. Ja. Ik heb dus mijn haar geverfd en ik denk dat het wel goed gegaan is. Hoe gaat het met je haar? Ja, ik denk dat het wel gelukt is. Ik ga het nu feunen. En dan... Mag ik eerlijk zeggen dat ik het wel mee vond vallen? Ja, dat mag. Maar je bent een man en je hebt het niet in het daglicht gezien. Maar goed. Oké, nou, ik had gehoopt dat het gelukt was. Maar ik heb alle lampen aangezet. En het is nog steeds het enige bovenste gedeelte van mijn haar. Is een soort van paars-grijs. Echt oma-grijs. En dan het onderste gedeelte is echt fluorgeel. Dus ik ga morgenochtend weer verder. Ik probeer het met een beetje een warme toner en zilver shampoo het op elkaar aan te passen. Alleen het wil echt niet lukken. Dus wanneer komt deze vlog online zondag? Als jullie tips hebben, let me know. Ja, ik ben er wel echt chagrijnig van. Dat zijn echt wel kleine dingen waar je niet over mag zeuren eigenlijk. Je haar en uiterlijk, want er zijn veel ergere dingen in de wereld. Maar ik baal er wel echt van. Maar goed, life. Ik ga lekker een serie kijken en slaap. En hopelijk vind ik hem morgenochtend minder erg. Wel trusten. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Het is 7:15. En Olivia is wakker. Dus ik ga naar beneden. Hallo Olivia. Hi. Olivia heeft eindelijk haar staartje langer dan 2 minuten ingehouden. Daar ben ik zo ontzettend blij mee. Want iedereen denkt nog steeds dat Olivia jong is. We waren in Maastricht aan het eten. En toen zei zo'n meisje, omdat ze net wakker was. Die keek haar aan, weet je nog? En die zei, I feel you bro. Oh, Olivia. Kijk nou, hoe lief. Ja, maar wij voeden ons kind gewoon gender neutral op. Dus dat is toch prima. I mean, wat betekent dat überhaupt man of vrouw zijn? I mean, let's be honest. Is het leuk als mensen zien dat het een meisje is? Het is zo ouderwets. Kijk nou hoe lief ze daar staat met haar mooie palmboomstaart. Oké, ik heb me opgemaakt en mijn haar een soort van gefixt. Het valt dus nu wel mee. Het is dus mijn pony zo een beetje aan het uitgroeien. Dus ik heb een soort van gordijntjes nu. En ja, het kleurverschil zie je nog steeds. Even kijken hoor. Ik weet niet of ik het hier kan laten zien. Je ziet het kleurverschil nog wel een beetje, maar het is wel echt minder. Dus ja. Ik ga nu even naar een afspraak en daarna lunchen en dan foto's maken. Ik weet alleen niet wat ik van mijn haar wil. Misschien vast. I don't know. En ik heb deze trui aan. Wacht, camera neerzetten. Sander is er niet. Ik kan het moeilijk laten zien. Ik heb deze trui aan van Storetz. Zoals ik sta dus al. Zo. Van Storetz en die vintage Burberry broek en mijn Gucci loafers. Jee of nee? Wat vinden jullie? Ik weet het zelf namelijk ook niet. Ik wilde eigenlijk deze outfit wel op de foto zetten vandaag. I don't know. Ik heb echt... Het zal wel komen dat ik ongesteld moet worden. Ik ben zo besluiteloos vandaag. Beslissingen maken gaat me echt niet goed af. Ik denk de hele dag... Ik kan gewoon geen keus maken. Of dingen nou leuk zijn of niet. Felle zon. Ja, ik zal je niet langer lastig vallen. Let's go. Hey guys, ik zit in de auto en het was een beetje een chaotische dag, want ik ging de hele dag van A naar B. En ik heb me wederom omgekleed voor de weet ik hoeveelste keer vandaag. Ik heb nu een pak, dit is een nieuw pak van Zara aan, een wollen pak en deze trui van Subdued. En ik heb een hele gekke aankoop gedaan. Mensen gaan me echt voor gek verklaren, want het is in verhouding best wel prijzig. Maar ik wil dat al heel lang en ik koop niet zo heel vaak dingen voor mezelf. Dus ik dacht, let's do it. Dus ja, ik ga het straks laten zien. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. En mijn pony zit echt lekker gezellig. Ik heb Olivia naar de crash gebracht. En Mo is hier gezellig blijven slapen. Die heeft gisteravond wel gevlogd. Maar ik kon gisteravond mijn vlogcamera niet vinden.
En nu gaan wij mijn make-up doen. En dat wilde ik even filmen. Want ik dacht, dat vinden jullie vast wel leuk. Oké, ik ben beneden. Mouw is hier. Bada even wat broodjes besteld. Ik heb een broodje met Vitello Tonnato. En jij met... Carpaccio. Met Carpaccio. Hier ziet wel echt heel lekker uit ook. En Amy Ness, gezellig hier. En we gaan make-up look doen. Dus alle make-up is hier. Dus jullie gaan het zo meteen zien. Wat geworden is, mijn oogmake-up zit er al deels op. En ik kijk zelf niet mee, dus ik ben heel benieuwd hoe het zo wordt. En mijn pony zit echt weer verschrikkelijk. Bij jou zit die wel iets meer achter je oren. Ja, maar ik duw het gewoon. Oh nee, dat slaap, ja, ook ik niet. Slaap ook met speldjes zo, dat het naar beneden blijft. Ik ben helemaal gek van die poort. Maar waar zit jouw kruin? Ja, overal nergens. Hier, links of rechts? Hier. Ja, daar zit hij bij mij en dat is dus irritant met die pony. Ja. Ja. Ja, jongens, maar het gaat echt wel lang duren voordat dit is uitgegroeid. Maar goed, soms is het wel leuk. En we zijn klaar met de make-up. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het super mooi. Ik zal het even het daglicht iets beter laten zien. Dit is wat het geworden is. Ik ben even aan het opruimen thuis. En ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik vond het echt super mooi. Alleen, ik hoef vandaag dus niet te shooten. En ik hou er echt van om dan de hele dag geen make-up op mijn gezicht te hebben. Maar ik zou ook nog even iets unboxen wat ik gisteren gekocht heb. Bij Dior. Dus, let's do it. Oké, well, here it is. Ik wilde dit echt al super lang hebben. En dit is het. Het is een crop top bralette van Dior. En hier op het bandje staat Christian Dior, Sha Dior. En dit, en ik vind het heel leuk om met een onder een Colbert te dragen. Bijvoorbeeld een super high-waist broek of zo. Zal ik het even aantrekken of zal ik het volgende keer doen? Dat doe ik volgende keer, want ik wil dan een leuke outfit erbij aan om te laten zien. En ik ben nu mijn kast aan het opruimen. Ja, dus dit is hem. Ik heb hier echt... Ja, ik wilde hem zo graag, er was een wachtlijst en ik weet dat heel veel mensen waarschijnlijk echt denken van je bent gek, maar ja, ik ben er super blij mee. Ik ga nu ook de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik ga meteen een nieuwe beginnen, want deze komt zondag weer online. Dus heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie zondag weer. Doei!